Ja, wij gaan live schakelen met Lucille Werner in de Flint in Amersfoort. Lucille, leg eens uit, wat is er aan de hand in de Flint? Ja, Andries, er is een, toch wel echt iets heel vervelends vanavond gebeurd. Hier live in Amersfoort. De verkeerde winnaar die is eigenlijk gekozen. Het had niet David moeten zijn, maar het had Jacco moeten zijn. Het is gewoon een hele vervelende samenkomst van omstandigheden. Het is echt heel, heel erg vervelend, oprecht. Oké, er is dus een andere winnaar dan jullie vanavond gemeld hebben. Ja, er is een andere winnaar dan wat wij vanavond gemeld hebben. Maar dan is er ook iemand heel erg blij nu, lijkt mij. Nou ja, je moet je voorstellen dat natuurlijk ontzettend gemengde gevoelens hier. Maar zal ik even die hele blije winnaar die uiteindelijk gewonnen heeft toch maar eens even in beeld brengen hier? Ja, laat me zien. Kijk, dat is namelijk Jacco. Nee, maar dit wil ik toch even laten zien. Jacco is dus de winnaar van de Cap Awards 2009. En zo hoort het niet te gaan. Maar het is gebeurd. Heel vervelend. Maar Jacco, gefeliciteerd. Dan weet Nederland het alsnog. Oké, en geef David ook nog een zoom dan. Ja. Lucille? Ja, nou, die is hier. Ja? Mag ik je nog één vraag stellen? Ja, David, ja. Lucille, hoe is dit gebeurd bij jullie? Nou, er is gewoon iets volledig misgegaan met de enveloppen. Je moet je voorstellen, het is hier live, hectiek. Verbindingen zijn allemaal heel slecht geweest vanavond. Met geluid, met straalverbindingen. Het is gewoon gebeurd. Het is gewoon echt ontzettend vervelend. En we hopen dat we toch alsnog een feestje kunnen hebben vanavond. Maar ja, hoe het allemaal is gebeurd, dat doet er gewoon niet toe eigenlijk. Ja, het is gewoon heel vervelend. We weten het niet. Maar de stemmen zijn gewoon verkeerd geteld. En Jacco is gewoon de winnaar van de Cap Awards. En premier Balkenende heeft die uitgereikt, toch? Hoorde je mij nog, Lucille? Was premier Balkenende daar om de prijs uit te reiken? Er was een straalverbinding met Jan-Peter Balkenende in Amsterdam. Oké, maar hij heeft het dus niet de verkeerde envelop gepakt? Nee hoor, niemand heeft hier schuld. Het is gewoon zo gelopen, het is zo gegaan. Er is gewoon een verkeerde, het is gewoon even verkeerd gegaan. Oké, helder, dankjewel. Andries, wat doen wij maandag? Ja, nog even vertellen wat we maandag gaan doen. Ja. Want dan hebben we notabene hier Danny de Munk en Antoinette Herzenberg. Dat lijkt me een mooi duo. Dat lijkt mij een mooi duo, dus. Daar gaan wij...